Festivalseizoen. Het was mager, man. Wat, bro. Het duurde gewoon lang voordat het weer warm weer was, man. Het duurde gewoon lang. Of nou, ik begon wel meteen met een goed festival. Maar musicon. Musicon was volgens mij 12 mei. Was het 12 of 12 april. 12 mei, hè? denk mei. denk mei. Oké, ja. 12 mei musicon. Daar Gordo had gedraaid. Nog een guy, Amime of zo. Zo heet hij. Hij is hard, man. Hij is hard, man. Hij is hard. En Marco Corolla. Dit zijn allemaal house namen. Jullie zijn houseboys. Hé hey, bro. Namen. Jullie zijn maar houseboys. Ik zeg je eerlijk. Ik ben, geen, ik, ik, ik ben geen houseboy. Ik wil mezelf niet zo identificeren. Maar bro, weet je waar ik achter ben gekomen? Leven is gewoon best zwaar, toch? Eigenlijk. Ja. ja leven is best zwaar. Zeker. Maar als ik naar house luister, die blije dingen, goh, ben ik van... Yeah, snap je? In plaats van... Hip-hop, of nou niet per se hip-hop, maar lyrics moeten horen van iemand die door een strook heen gaat. Ik heb even geen zin meer in die dingen, snap je? Ik wil even niet horen over pijn. Ik wil niet eens horen over eeuwen moeten grinden. Ik wil alleen maar leuke geluiden horen. Gewoon zulke dingen. man. zullen handjes in de lucht. Ja, bro, ik wil gewoon muziek luisteren en het gevoel hebben van oké, ik ben nu op Ibiza. Ik ben nu. Ik weet niet waar. Maar ik wil dat nu even, man. Ik ben even klaar met. Ik denk, ja, lijkt, jij ja. en heel veel anderen. Want ja. uh, hiphopfestivals zijn dood. Ja. Kunnen we wel stellen. <coughs> Hoeveel uh, waren er dit jaar? Je had 7 vers. Je had... Ja, is 7 vers 7 vers Je hebt alleen het moment. Ja, het moment. En dat was meer een soort van, weet Gathering. je... Back Vind, to the core. Yeah. Wel hard dat ze dat uh, doen, man. Ja. Ja. Het gaf me wel, vanuit de beelden die ik heb gezien... Mm -hmm. Een beetje... Apple sap vibes, het is geen apple sap ja. voor de duidelijkheid, want ja. ik heb mensen denken: hey, hoe kan je die nostalgische? Nee, het is geen apple sap, maar het geeft me maar die, die apple sap vibes, gewoon puur. Hiphop, ja. Hip hop, puur. Ja. Bro, en de... weet je wat ik daar ook hard vond? Je zag weer waarom Jason Trill, zeg maar, ooit echt, echt, echt lid was, want die songs gaan nog steeds hard en het publiek gaat nog steeds hard en zijn performance is nog steeds goed, dus wat koop, stond hij ook of... daar had uh, tenminste een gast optreden. Ik weet oh, niet of hij zelf stond, Hard. maar hij was wel onstage. Ja. Ik zag volgens mij liefst ook. Je ziet gewoon bepaalde namen. Je ziet gewoon bepaalde namen. Voor wie er eerst een groter podium was toen hiphop was wat het was. En nu is het veel minder. Maar ik denk dat er weer een opbouw ervan komt. En het moment is gewoon het begin daarvan. Ja. Dus je gaat terug Zeker naar maar. de basics. Maar ja, die mainstream grote festivalspot, je had altijd... Ankor, Appelsap, Boha. Ja. Dat is er nu niet meer. Ja. En zelfs op Lowlands, waar je normaal gesproken nog best wel grote RB-hip-hop-acts ja. hebt, ja. die waren er ook vol vrij afwezig <laughs> volgens mij deze editie. Ja. ja, die shift is er ook toch ja. naar uh, elektronisch. Ja. Ja. Iedereen gaat naar. Uh, iedereen die voorheen naar dat soort festivals ging, zie je nu op uh, allerlei andere feesten gaan? Was, was Rolling Louter dit jaar? Nee, toch? Nee. Nee, nee toch? Dat nee. was klaar nee. vorig jaar. Nee. 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 Oké. Okay. Maar ja. je was. Music on. Ben Music on. Wat kijk over het algemeen ben ik naar house festivals gegaan. Wat ik vind, ja. ja, het is gewoon veel fijner. Kijk, het grootste ding bij sowieso house festivals vind ik qua productie zijn ze zo next level en ik kan daarvan genieten. Gewoon geluid is heel goed, lichten zijn heel goed, uh, catering is goed. Uh, er wordt goed gereguleerd. Er zijn geen rijen bij toiletten. Gewoon dat soort dingen. Het is heel goed gefixt. Maar ik denk dat dat ook is omdat de kaarten veel duurder zijn. Dus er is meer budget om veel dingen te fixen. Dus dat is goed, een vind. van de grootste redenen waarbij ik ben van oké. Okay, ik vind Tech House festivals gewoon veel fijner. Um, verder ben ik echt alleen naar dat soort dingen geweest. Ik ben wel naar Paaspop geweest, maar dat was voor Bacardi. Dus dat was uh, wel geinig, exact. maar ik zal daar niet per se zelf in gaan. Lowlands achter toch? Ja, maar kijk, ik maar kom bij Lowlands. Producten. Ja, ja, kijk. Maar Paaspop is gewoon voor mensen uit Brabant. Is gewoon heel top, ze kunnen daar naartoe. Alles was daar ook nice gefixt. Maar dan kom ik bij Lowlands. Lowlands is gewoon het beste festival in Nederland, man. En dat is gewoon omdat alles, alles wat ik net opnoemde, van wat gefixt wordt, is in Lowlands Next Level. Je hebt daar letterlijk een heel dorp dat uit eten bestaat. Dan heb je hier een kant waar Surinaams eten is. Ja, er zijn echt Surinamers daar. Je gaat misschien nog een, een omoe van je zien daar. Hij is bij Lowland, snap je? En dan heb je een Koreaanse tent. Heb je een Japanse tent. Je hebt zoveel dingen. Je hebt het bierlokaal. Bro, er is zoveel daar. En daar hebben ze ook de gekste optredens. daar. Je had um, Peggy Goo, was echt hard dit jaar. Fred Again had je. En dan had je James Blake, die geoptreden die ik voor het eerst zag. Die echt sick was. Uh, en, en ik weet niet waarom, maar de hip hop artiesten daar. Zetten altijd hun beste show neer. Ik heb Jonna is <coughs> zijn beste show ooit gezien bij Lowlands. Ja? Ja, bro. Oh, ik heb gemist, man. De show was echt heel goed. Ja. En het trekt gewoon heel veel verschillende mensen en het is gewoon nice om te zien, man. Dus shout out naar Lowlands wel. Ik denk dat uh, Lowlands ook de, een, van de enige, een, een van de weinige festivals is die ook echt. Uh ja het, het is het geld waard toch en, ja. ze blijven, en elk jaar wordt het gewoon duurder hè maar het, het blijft nu dus volgens mij zitten zit het op 300 nog ja hard? man Dat en was... ik zal kamperen eigenlijk maar het is niet meer doorgegaan oh jammer ja. ik heb wel ooit wel kamperd man het is wel geinig bij Lowlands ja, man. ik heb ook gekampeerd niet bij Lowlands maar bij verschillende festivals nee maar jij bij geen Lowlands, nee. nee ik heb ook uh, gekampeerd man ja ja, oh, ja man bro nee, ja, ja, ja ja ik heb klop. ook gekampeerd man ik denk je opzetten ik ik, ik, ik geen werken daar bro geen werken ja. bij bij Lowlands gewoon man klop. werken gewoon in de keuken ja? Broer, Hoe Waar was je? Man. Wat he? Uh? Helemaal niet. Hoe bedoel je helemaal niet? <laughs> dat is <laughs> niet waar, bro. Dat ga je voor hem bepalen, dat is niet waar. Ja, man, fuck that weet je wel. Wanneer je met Benji ging? Nee, dat was glamping. Dat was glamping. Je kent deze story niet, nee, maar man. je hebt gewerkt okay. in de keuken bij Lowlands. Luister, luister. Ik was 18.